Rotterdamse makelaars verzwijgen regelmatig tegen kopers van woningen die ze aanbieden funderingsproblemen. Dat zegt de belangenvereniging Platform Fundering Rotterdam. Volgens voorzitter Ad van Wensen worden er wekelijks in Rotterdam 1 tot 2 woningen verkocht waarvan een verkopende makelaar weet dat er iets mis is met de fundering. Ik ging op zoek naar iemand die dit is overkomen. De 34-jarige Nelly Knaap woont sinds 2 jaar in Rotterdam en is er 1,5 jaar geleden achtergekomen dat haar huis kampt met ernstige funderingsproblemen. Dit was haar niet verteld bij de overdracht. Zij heeft om persoonlijke redenen liever niet dat haar straatnaam genoemd wordt. Heeft u het gevoel dat de verkopende makelaar dit voor u verborgen heeft gehouden? Ja, dat gevoel heb ik inderdaad, dat ik flink voor de gek gehouden ben. En volgens degene die dat funderingsonderzoek bij mij thuis heeft gedaan, was de fundering er al zo erg aan toe dat de vorige eigenaar het echt heeft moeten weten. En toen we de behang van de muur af gingen rukken, toen zagen we toch dat er een hele hoop scheuren verstopt waren, hoor. Kunt u ons misschien vertellen om welke makelaar het gaat? Nou, dat zeg ik liever niet, hoor. Om wat? Ja, ik heb geen zin in een rechtszaak aan mijn broek. Maar u bent niet kwaad op de makelaar die het verkoop heeft gedaan, of toch wel? Daar ben ik zeker. Maar het heeft geen zin, want ik heb zelf mijn handtekening onder het contract gezet. Dus dat is mijn eigen verantwoordelijkheid geweest. En ik zal het nooit kunnen bewijzen dat die makelaar van die problemen afwist. Het zou dus ook best kunnen dat de verkoper het tegen de makelaar verzwegen heeft. Ja, dat zou inderdaad best goed kunnen. Maar het feit blijft dat ik nu moet kiezen of ik mijn huis over 1 paar jaar onbewoonbaar zie worden. Of dat ik 70.000 euro neer moet leggen. De Stichting Platform Fundering Nederland zet zich fel in voor gedupeerden in zo'n situatie. Voorzitter Ad van Wensen is al meerdere keren met de Nederlandse Vereniging voor Makelaars in gesprek gegaan over een eventuele funderingsparagraaf in de verkoopakte. Daarin wordt vastgelegd dat de verkoper alsnog aansprakelijk kan worden gesteld voor funderingsproblemen na de koop. Makelaars die verkopen nog steeds woningen zonder informatie te geven over de fundering in Nederland. En dat gebeurt niet op grote schaal, maar wel veel te regelmatig, waardoor mensen in financiële problemen komen. Dat komt heel erg vaak voor. Het gebeurt dat makelaars alle informatie achterhouden en niet vertellen van wat de mogelijke risico's zijn op funderingsproblemen. En ook de makelaar die heeft een informatieplicht. Die moet weten wat de situatie is in de plaats waar hij woningen koopt of verkoopt. Nou, voordat we met die funderingsparagraaf van koopcontracten begonnen, waren het 3 tot 5 per week, minimaal. En dat met die funderingsparagraaf die we gemaakt hebben en met die publicaties die we gemaakt hebben en ook lezingen die we gegeven hebben voor makelaars, is het teruggelopen tot 2, 3 per maand. Maar het blijft nog steeds gebeuren. Wat je ziet dat de mensen voordat ze een huis gaan verkopen een beetje opknappen. Hier en daar een likje verf. En waar grote scheuren zitten, gaan we een betimmering aanbrengen of een behangetje overplakken. En als de nieuwe bewoner komt en die haalt de schrootjes weg, dan zie je soms scheuren van 3 centimeter breed. Roeland Kimman van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars geeft aan nog nooit een dergelijke klacht binnen te hebben gekregen. Nou, kan het me niet voorstellen dat er NVM-makelaars zijn die dingen verzwijgen bij de koop. Het past niet in onze filosofie van onze vereniging. Een makelaar moet er alle tijden transparant zijn en ook een toegevoegde waarde bieden. En laten we eerlijk zeggen, waarom zou je iets verzwijgen? Want als je iets verzwijgt en je had er kennis van, dan kan je later door de koper die het probleem ondervindt, gewoon keihard erop afgerekend worden. Naast het getouwtrek tussen de gemeente Rotterdam en de waterschappen over de verantwoordelijkheid van het waterpeil en dus de funderingsproblemen, bevindt de gedupeerde zich in een andere oorlog. Eerlijke makelaars of oneerlijke verkopers, als nieuwe koper trek je wederom aan het kortste eind.